De lancering van de bewustwordingscampagne in de media in zaken de collectieve rechten van de inheemse en de tribale volken heeft vandaag plaatsgevonden. De website collectieverechten.sr biedt meer informatie omtrent de inheemse en tribale volkeren en is bedoeld om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de bewustwordingscampagne in zaken de conceptwet collectieve rechten van de voornoemde volkeren. De launch startte met een tribuut aan de overleden strijders, waaronder ook Wijlen Theodorus Jubitana, die een bijdrage hebben geleverd aan het bestaan van de conceptwet. Minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport zegt zeer verheugd te zijn dat Suriname vandaag op het punt is beland om de wettelijke basis te leggen voor de rechten van de inheemse en tribale volken. Dit is zonder meer een lang gekoesterde wens van deze bevolkingsgroepen, waarbij nagenoeg hun hele bestaan in Suriname is gekarakteriseerd door strijd met bloed en tranen om een menswaardig leven te hebben. Dat onze samenleving als geheel na decennia lang acties te hebben ondernomen, nu tot het besef is gekomen voor juridische erkenning en bescherming voor de inheemse en de tribale volkeren in het binnenland, markeert mijns inziens als een signaal van bereidwilligheid om in collectief verband als natie te werken aan de duurzame en nationale ontwikkeling van het Surinaamse volk. Na de sprekers volgde de ondertekening van de overeenkomst tussen het Amazone Conservation Team en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. In deze overeenkomst is bepaald dat de universiteit, met name de juridische faculteit, ervoor zal zorg dragen dat wetgeving die eventueel moet worden aangepast en nieuwe wetgeving die zal moeten volgen, wordt geïnventariseerd. Zegt de voorzitter van de presidentiële commissie grondrechten Patricia Meulenhof. Wat u moet weten, door de wettelijke erkenning van de rechten van de inheemse en tribale volken moeten tal van wettelijke regelingen gewijzigd worden. En dat hebben wij niet alleen gezegd, maar dat zegt het internationaal recht. Suriname is tot 3 keren toegevonnist door het internationaal hof voor de Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens. En daar staat duidelijk een verplichting dat wij onze bestaande wetgeving moeten gaan wijzigen en aanpassen aan dat van de rechten van inheemse en tribale volken. En dat is een randvoorwaarde. Vandaar dat wij ook de universiteit benaderd hebben om ons te helpen met dit proces. De launch is mogelijk gemaakt door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport en het Amazone Conservation Team.